Deze beschouwing die gaat over de Europese dame. De Europese dame, dat is een term, een kreet, die de wereld in is geslingerd door Arthur Schopenhauer in het begin van de, of in de eerste helft van de 19e eeuw. Zo'n relatief oud begrip. En de Europese dame die gaat door voor de volslagen, onacceptabele, niet te verdragen, absoluut te vermijden, vrouwelijke, menselijke aanwezigheid. Ik heb vrouwen met. Met, met respect en, uh, uh, ze, ze konden een potje bij me breken, zo heb ik ze altijd behandeld. Altijd gedacht van ja, dus als ze dan weer eens uit hun dak gingen of ze waren weer eens teleurgesteld of la la la, de dag van ja. Hi? Ik deed er niet moeilijk over. Totdat ze echt heel, heel, heel erg onaanstaanbaar werden. En dan maakte ik de relatie uit. Tja. Zo ging, die, uh, zo ging het in. Uh, in die tijd met mij en vrouwen. Ik heb geen leuke relaties met vrouwen gehad. Ik heb er vier, uh, vier serieuze relaties gehad. Zo, de eerste was vanaf mijn negentiende tot mijn 21 of zo. Misschien twee jaar, drie jaar. En dat was voor mij een serieuze relatie. Het was zo'n leuk meisje. En ze had een aardige moeder. En. De vader was overleden. En de moeder was helemaal weg van mij. Mijn eigen moeder die zei wel eens een keer: ja, ik vraag me af wie je nou het leukste vindt dat meisje of die schoonmoeder. Denk ik nou zeg. En later zou ik leren dat mijn moeder. Uh, 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 mijn moeder is een Europese dame. En uh, die maken dat soort opmerkingen, hè? gewoon flap uit. Hè? Dat is de Europese dame, hoor. Die heeft, uh... kijk, het is de bedoeling als er dus mensen zijn die met vrouwen omgaan en je zou ze willen verbeteren, dan moet je dit tegen ze zeggen: dat je hoeft niet de hele tijd duidelijk te maken dat er gedachten in jouw hoofd circuleren. Dat heeft iedereen namelijk. Dus als het, ik, ik weet niet waar het dan anders vandaan komt of zo. Dat vrouwen denken van. Oh, dat, ik, ik heb gedachten. Oh, oh, dat zeg ik. Ja. Het is de, de kunst van de, de omgang met anderen. Ik weet niet of dit dan nou grappig is of niet hoor. Want het is allebei eigenlijk. Hè? Ja, we hebben het over de Europese dame. En ja, laten we daar een beetje een grapje van maken. Maar dat die dames wordt duidelijk gemaakt dat. In de omgang, dat dan het woord, dat, dat blijft hangen hè, bij een ander. Dus het is van belang dat je nadenkt over dat wat je zegt, in plaats van dat je één op één naar buiten brengt wat er woordelijk uh, in je gedachten circuleert. Dat heet uh, eruit flappen, namelijk. Hè? Oh, de stomme hoed. En ik denk je, denkt, oh. oh, dat had ik misschien niet moeten zeggen. Ja, dus dat je denkt, oh, wat een stomme hoed heeft Tante Jo op. Dat je dat denkt, is dus tot daaraan toe. Maar de bedoeling is dat je dan je mond houdt. En ook niet dat je dan een opmerking maakt van, nou, ik vind die hoed wel erg apart. En dat iemand anders dan naast je moet proesten. Want... Nou zeg, ja, inderdaad, heel apart. Dat is allemaal niet aardig, namelijk. Als je, als je zo doet als vrouw. En vrouwen doen zo. Ik heb het echt gemerkt. Mannen hebben. Sommige, sommige mannen hebben het ook. Daar moeten ze echt onmiddellijk mee ophouden. Zodat wij goed kunnen zien dat het echt alleen en alleen de vrouwen zijn. die dat soort klotenopmerkingen maken. Zodat het voor de jeugd ook duidelijk wordt: van, oh, het is een vrouw oppassen, mijden, weglopen. Nee, ik kan vanavond niet, want ik moet gaan wandelen met de goudvis. Wandelen met de goudvis? Ja, want die zit de hele dag in die goudviskom en rond te zwemmen. Die ziet de godganzen tijd hetzelfde. Dus dan heb ik zo'n handige draagmand voor de, de goudviskom en dan ga ik even met die goudvis door de buurt wandelen, zodat dat beest ook nog wat spannends heeft aan het einde van de dag. Nou, je moet er maar een grapje van maken, maar het is best erg. En om het maar toch heel grappig te houden. Kijk, het hele probleem begint met seks. Ik ken het verhaal van een man. En die, die heeft al zijn vriendin. En uh, voor mij zijn ze getrouwd of zo. En allemaal toestanden. En allemaal hartstikke serieus. En, en zij werkte toen misschien nog steeds, maar in het onderwijs. En ze zei die, ja. En aan het eind van de dag, toen komt ze thuis. En dan gaat het maar aan één stuk door over Pietje in de klas heeft dit gedaan en Marietje in de klas heeft dat gedaan. En Jorisje die moet wat iets meer toilettraining hebben. En het gaat maar door dat gauw hoor. Maar zei hij, ik prijs mezelf dan gelukkig, want ik denk, ach, als we zo dadelijk in bed liggen, om een uurtje of tien, dan hebben we weer lekker seks. Dan denk ik, ja, nou, daar ga je hè, als man. Daar ga je. Want die factor seks. Ik, bedoel, ik vind ja, als ik blijf rem, dat hij elke dag. Dat uh, doet hij echt elke dag. Uh, Zijn penis mag verstoppen. In haar. En dan uh, lekker heen en weer halen. Zo. Hij heeft dat tegen mij verteld. Want, uh, zij vindt er zelf geen bied aan. Ja, hij wil het dan zo graag. En, uh, en nu mag hij nog. Denk ik dan, hè? Ja, nou mag je nog, jongen. Maar straks nog? Als de kinderen zes zijn? Want ze hebben al één of twee kinderen. Oeh, oeh, oeh. Ja, mag je dan nog steeds? Of gaan ze dan zeggen van nou vanavond? Wat, nou, blijf hem af, blijf hem af. Ik wil slapen. Ja, en, en daar lig je dan, hè? Met je stijve piemelores. Uh, helemaal uh, zo geel als een stier. En wat moet je doen? Hé, man. Ik, ik, zoals die Amerikanen zeggen. Ik ben er geweest. Ik heb het gedaan. En ik heb het t-shirt ook nog. Been there, done that, got the t-shirt. De Europese dame is dat. Het is een ramp hoor. Menig mannenleven. Zo niet zo goed als allemaal. Gaat er aan kapot. En niet alle vrouwen zijn zo. Echt niet. Maar heb je het over de 9 op de 10 of zo? In mijn omgeving dan. Hè? Iets, iets meer de laatste telling. dat ik het de laatste ook een keer uit zit te rekenen. Dat ik denk nou... 19 op de 20. 19 van de 20 vrouwen die hier zijn. Zo. Ik doe me even een, een, een greep uit, uh, uit mijn droevige verleden met vrouwen. Toen ik dus nog van mening was dat ik met vrouwen om moest gaan. Al was het alleen maar om ze bij te staan of zo. Ik ben op vakantie met een vrouw. Ik was toen 23, zei ook. Hè? 24, zoiets. Naar Zuid-Frankrijk. Ik weet nog dat er een hittegolf was. En ik kreeg een aanval van keelangitis. Dat had ik eerder gehad. Nee, keelangina of zo. Zoiets. Het is op zich een uh, onschadelijk uh, toestand. Je hebt uh, ontstoken uh, lymfeklieren bij je keel. Het doet ongelooflijk zeer met slikken. En je krijgt een koers, jongen. Ho, 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 ho. En dat had ik eerder gehad. En toen was ik gewoon in Wageningen, waar ik studeerde, dus zij ook. En ik naar de huisarts gegaan. En die gaf mij antibiotica. En hij zei dan tegen mij: maak de hele kuur af. Want anders krijg je het terug. Ik zei: nou, dat is goed. Dus ik heb netjes al die pillen weggewerkt. Uh, nou, nergens meer last van. Ik denk, mooi zo. Maar in Zuid-Frankrijk krijg ik opnieuw uh, precies hetzelfde. Hè? En weer die koorts. En dan praat je over 40, 41 graden koorts. Hè? En er was een hittegolf gaande. Hij uh, is niet zo erg als je koorts hebt. Maar, maar dan nog, hè. En zij, jongen. Uh... Ja, de eerste dag dat ik dan voor Pampers lag, was nog tot daar aan toe. En de tweede dag was iets van nou zeg. En de derde dag dat ik voor Pampers lag, toen begon ze te mopperen. Van ja, noem jij dit vakantie? Het enige wat je doet, is je ligt een beetje op je rug. Ja, als het niet echt gebeurd was, hè? en ik had dit verzonnen en in een roman gezet, dan nou had jij gezegd: van nou, zo zijn vrouwen niet. Ik heb het echt meegemaakt. Ze zijn vrouwen wel. Ik kan me niet huilen dat ik een man ken die in een vergelijkbare situatie datzelfde had gezegd. Dan uh, sta jij eens even op, want we zijn met vakantie, ja? Uh, 41 graden koers, ja, dus, ja, ja. Vroeg ik je wat? Vroeg ik je wat? Ik zei toch tegen je, ik vroeg je helemaal niks. Ik zeg alleen maar dat ik je op moet staan en we gaan vandaag leuke dingen doen. Huh? En we gaan niet van pampers liggen in zo'n klein klotententje, want we zijn op vakantie. Dat zegt een man niet, een vrouw wel. Oh. Ja, ik heb het meegemaakt, dus ik heb het niet had meegemaakt. Dan, uh, ja. nou, ik ga er niet over liegen, maar ja, man. Ja. Liegen, dat doen vrouwen ook. Zou ik nuttig? Ik reed een keer uh, naar huis vanuit Wageningen. Ik woonde in Arnhem in die dagen. Ja, ik woon nog steeds in Arnhem, maar toen woonde ik nergens anders. Ik was toen getrouwd. En iemand anders, een vrouw, toevallig. Oh, die is wel aardig. En die reed met mij terug. Ik had ik een lift aangeboden. En die vraagde mij in de auto: van, goh, ben jij nog steeds getrouwd met die en die? Ik denk dat nog dat een vragen? Ik zei: ja, ons kind was toen zes jaar oud. Nou zei ze. Um, mijn vraag is dan: vind jij het goed wat jouw vrouw doet met die en die? En ik ken die persoon. Hè? Ik zeg. Um, het was wel gelijk. Bij mij gingen de stekels overeind staan. Hè? Ik zeg die en die. Uh, wat bedoel je precies? Nou, zeg ze is, wat ze allemaal doet. Zoals. En dan komt daar een anekdote uit hè, van wat zij had meegemaakt. Zij had de moeder van mijn kind gezien tijdens uh, festiviteiten in Wageningen. Uh, heel enig aan het uh, tortelduiven met uh, die betreffende manspersoon. Ik zei, oh? Ik zei, dat wist ik helemaal niet. Oh, zei ze. Nou, bij deze. Ik moest al. En ik moest de hele middag nog werken, maar daar had ik even geen zin meer in. Hè? Dus ik mijn auto geparkeerd bij mijn kantoortje en naar huis gelopen en die uh, trien... Mijn dochter was gelukkig aan het spelen bij een buurmeisje. Dus dat kwam goed uit. En ik die trien even aangesproken van uh, zeg, Net heb ik gehoord van die en die dat jij toen en toen gespot bent in Wageningen bij de Huppeltje Pubfeesten. Met die en die. Ja, zegt ze. Dat klopt. Dat was ik. Ik zeg ja, maar dat heb je helemaal niet tegen mij verteld dat jij met die persoon naar die feesten zou gaan. Nee, zei ze. Ik heb jou toen verteld dat ik naar Apeldoorn zou gaan naar het Huppeltjepub jeugd natuurclubje. Ook ga op. Ze dan heb je dus gelogen tegen mij. Ja, zei ze. Dat moest ik wel. Ik zeg, hoezo? Nou, zei ze, als ik jou eerlijk had verteld dat ik naar Wageningen zou gaan om met die en die te gaan lopen tortelduiven, dan had jij dat niet goed gevonden. Dus jij hebt mij gedwongen om te liegen. Ik was erg verbaasd. Nou, en toen ging ze gooien met servies. En toen dacht ik: Oeps, straks komt ons kind thuis van het spelen bij het buurmeisje en dan staat mama te gooien met servies. Dat vind ik er zo raar uitzien. Dus. Ja, ik weet niet wat ik toen gedaan heb. Ik heb haar niet meer van streek gemaakt, laat ik het zo maar zeggen. En gewoon als je er ergens geen energie meer in stopt, dan bloedt het vanzelf dood. Het is ook zo'n leuke dat mijn dochter op een dag. Was, ze ook zo, was een beetje in dezelfde periode, denk ik. Dat mijn dochter naar me toe kwam en die zei: Pap, ik weet hoe het werkt met ruzie. Ik zeg: Oh ja, kind. Ja, zei ze. Ruzies gaan als volgt: De ene persoon die zegt iets tegen een ander en dat is helemaal niet aardig. Dan zegt die ander iets terug. En dat is ook niet aardig. Dan gaat die eerste persoon daar een, een schepje bovenop doen. En die zegt iets nog veel onaardigers. En dan gaat die andere persoon iets terug zeggen. En dat is zo mogelijk nog onaardiger. En dan gaat alles maar door. Totdat een van beiden ermee ophoudt. En dan is de ruzie voorbij. Zo. Ja, zei ze erachteraan. En jij bent altijd degene die ophoudt. Met de ruzies met haar moeder. Want haar moeder was de enige die ruzie maakte in het bijzijn van ons kind. Want de relatietherapeut had nog eens gezegd: doe dat niet. En als je tegen een Europese dame zegt dat ze iets niet moet doen, dan denken ze gelijk. Ik ben twee millennia lang onderdrukt door de man. Dus dat ik geen ruzie mag maken met mijn partner ten overstaan van mijn kind. is weer een typisch voorbeeld van onderdrukking van de vrouw. Dus ga ik dat juist doen. Even voor de relatietherapeuten dat je even goed nadenkt bij wat je zegt hè, tegen die vrouwen. Dus je zegt dat je dat niet moet doen, gaan ze het juist doen. En zij was de enige die ruzie met mij maakte in het bijzijn van het kind. Oh, en haar moeder ook, by the way. Ja, de moeder ook. Maar dat is ook een vrouw natuurlijk hè. en van dezelfde familie. Zo. Ja, je moet, ja, je kan erom lachen. Serieus hoor. Het is belachelijk wat ze doen. Vrouwen, dat slaat allemaal nergens op. Er is een mooi Nederlands gezegde: vrouwen, je kan beter kippen houden. Dat klopt. Dat is zonder meer waar. Daar heb je meer aan, hè? En minder last heb je er ook van. Door kippen die kakelen ook, van tok, tok 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 tok, maar die lopen buiten. Vrouwen hebben hetzelfde gedrag, maar die lopen binnen. En ga nu niet zeggen dat ik vrouwen loop af te zeiken. Nee, dit is de bittere, harde, echte waarheid. Niet allemaal, niet allemaal, maar 19 uit de 20. Zijn ze 95 uit de 100. En de trend is dat we afstevenen op 99 van de 100. denk ik. Ik weet het niet. Voorspellen is moeilijk. Maar ik heb niet het idee dat het minder wordt. Had uh, we hadden toen een buurvrouw. Ook zo'n typische vrouwvrouw. Vrouw. En, en die domineerde die kinderenjongen. Oeh. Dus haar oudste dochter die wilde graag met mijn kind spelen, want het was na de scheiding. Nou, ja, en ik woon niet ver uh, van het ouderlijk huis. En zij zijn de, de buren zo'n beetje, dus ook niet ver van haar huis. Hè? En dat mocht niet. Uh, Wel geteld, uh, één keer mocht het. En uh, toen nooit meer. En de reden dat het niet mocht was uh, het daarom niet. Meer niet? Ze, ja, ze, ze zei dan van uh, ze moet piano oefenen. Daar, daar ging het om. Het gaat om een meisje van elf. Die moet piano oefenen. Je moet uh, Mozart leren spelen. Met, nee, dat is Beethoven, met, met Furelise. Van wie is dat ook alweer?

En toen dus zag ik dus, er was, mijn kind was dus iets van veertien of zo, vijftien. Dus haar dochter, haar oudste dochter dan ook. En ik liep in die buurt, we zijn een boodschap doen of zo. En dan zie ik aan de andere kant, zie ik die, die dochter, die oudste dochter van haar lopen. En dan onder de make-up. Jezus. Die had zo uh, de repa-baan uh, opgekund. Zoveel make-up. En mijn dochter vertelde ook: van ja, die, heeft al, uh, die is nou met haar de derde vriendje bezig. 14, 15 jaar. Ja. En doet ze nou wat met piano spelen? Nee, natuurlijk niet. Aan het piano spelen heeft ze een godschuwelijke hekel gekregen. En ze heeft zich daarvan vrijgevochten. En, uh, en gaat nu lekker met de jongens om. Opgeschilderd als uh, Winnie Toe. Op oorlogspad. Door Robert Smith van The Cure. Die is ook opgemaakt. Maar die doet het als hij het podium opgaat. En zij doet het als. Ja, wanneer ze de straat opgaat. En voor haar is het straat dus de straat. Het straattoneel is het dan letterlijk. Zij gaat het podium op. Ik ga naar buiten. En dan moet ik er goed uitzien. Aantrekkelijk en zo. Helemaal opgeschilderd. 14, 15 jaar. En mijn dochter kwam ook op een keer binnen bij mij. Er was niet zo erg opgemaakt, maar ik kon zien dat ze opgemaakt was. En daar heb ik wat van gezegd. Waar ben je mee bezig? Ik vroeg aan haar, de gesprek ging zo. Ik keek naar haar, ik zei: Hé, hey, ben jij opgemaakt? Ja, zei ze: Ik ben opgemaakt. Ik zei: Nou, niet goed. Oh, hoezo? zei ze: Ik zei: Nou, als jij je goed opmaakt, dan kan een ander dat niet zien. Regel 1 van de visagist. Dat even voor de dames die dan even van mij opmaakles krijgen. Uh, ja. Het is niet de bedoeling dat degene die kijkt naar jouw gezicht, dat hij ziet dat er verf op zit. Het moet heel natuurlijk zijn. Dan is je make-up het meest effectief. Want anders zie je eruit als een opgeschilderde trien. Kijk, Mathilde Willink. Die vrouw, vriendin van uh, Karel Willink, die, die schilder. hij. Dat is een ander verhaal. Zij was zijn model. En hij, euh, ja, zij kon niet overdreven genoeg opgemaakt zijn. En hij schilderde haar ook. Als het helemaal zo opgemaakt was, dan zei hij: Meid, ga maar zitten. Ik weet niet of je Willem kent, hè, die, die schilderijen van hem. Maar dat zijn regelrechte meesterwerken. Dat is techniek, man. Dat is geen conceptuele kunst of zo. Hè? Ik vind het wel. Nog even, zonder af te willen dwalen hoor. Maar even een kort zijstapje. Ik was een keer in een cafeetje. En daar hing een schilderijtje. Echt heel vaag. Heel vaag. En er was van een jonge vrouw en die zat toen op de kunstacademie. En er waren twee mannen, jonge mannen, en die zaten of waren klaar net met diezelfde kunstacademie. Dus die kenden haar. Dus zij had het werkje gemaakt. Hè? En ik stond er zo naar te kijken en ik, en ik hoorde dus, ja, dat is van Josephine. Ik zei, oh, ik, zei, nou, ik, vind, ik vind helemaal niks. Ja, zeiden die twee jongens. Maar wat zij gedaan had, zij had dat kunstwerk gemaakt. En toen heeft ze, ja, is ze er gehurkt boven gaan zitten en toen heeft ze dat geurineerd. En dat, dus het, het, het kladderwerk samen met haar urine, dat was het werk. En toen ze het net af had, toen rook je ook nog haar urine. Ja, dat is dus de, de, de Europese dame aan de kunst. Dit is echt niet te bescheuren hoor. En dan denk je dat ik het gehad heb? Nee, nee joh, ik heb het later ook, het oh niet eens zo lang geleden, op internet. Een, een actrice die datzelfde, datzelfde deed. En dan met een camera erbij en een YouTube filmpjes en... Jezus me christus. Kijk eens, ik kan plassen. Ja, dat is, dat is de Europese dame je hebt er helemaal niks aan. En dan terug naar die moeder waar ik het er allemaal over begonnen was. Hè. Met die opgemaakte dochter. Ik hoorde dus van mijn dochter dan weer dat ze in dat pand waar zij dan, die moeder dus woont. Dat ze die twee ruimtes daarboven, waar ze het geld vandaan halen weet ik niet. Maar die hebben ze ook gehuurd. En daar wonen nu dan haar beide dochters. Zo van, ik wil mijn kinderen om me heen hebben. Die kinderen wonen niet eens op zichzelf. Dat heeft mama even geregeld. Dat ze hè, lekker bij mama blijven wonen. Hey, daar krijg je zelfstandig kinderen van. Dit gaat helemaal. Dit, 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 dit komt niet meer goed. Kijkende naar. En dan mijn dochter, denk ik. En dat komt dan nog mijn aandeel in het geheel. Ik breng er nog enige rationaliteit in. En ik laat mij niet piepelen afzeiken door die moeder. Die moeder in kwestie die kan me echt 54.000 keer mijn rug op. Dus daar ben ik ongelooflijk klaar mee, met die vrouw. En mijn dochter die mag dat dan hopelijk ervaren dat ik mij niet laat piepelen. Ja. En mijn dochter belt me op. En oh, eens in de. En voorlopig komt ze even niet meer langs, want ik, ik ben voor de, in de race voor een, een kunst gebitterd. Dus eten, want we gingen samen eten, hebben we dat drie keer gedaan de afgelopen tijd. Heb ik tegen haar gezegd, ja, verloop hem even niet. Want ja, eten is momenteel geen feest voor mij. Hè. Op weg naar een kunstgebeurt, allemaal kiezen, trekken en zo. Het is verder niet erg of zo. Hoor. Ik zei, maar wacht even tot mijn, mijn prothese klaar is. En dan gaan we weer lekker koken. En ik heb al tegen haar gezegd wat ik dan ga maken. Toen zei ze, oh, wat lekker. Ik zei, ja, dat ga ik maken. Wat heerlijk. Lekker heet wordt het. Ja, ik heb nog wel contact met mijn dochter. En mijn dochter loopt er niet uh, totaal opgeschilderd bij. Dat is uh, mooi, niet. Want zei ze nou laatst, uh, de, de beurs en zo, dat zal weer goed komen. Toen zei ze, nou, ik ben naar de winkel gegaan en ik heb twee Dr. Martins besteld. Dus een paar, een, een stelletje Dr. Martins, van die soldatenkistjes. Mijn dochter loopt niet op hoge hakken, mooi niet. Dat ziet er zedig uit. Goed zo. Goed zo, meisje. Ik hoop dat ik mijn dochter nog weet te behouden tot uh, het rationele deel der mensheid. Maar ja, dat weet je ook pas over een tijdje, natuurlijk. Maar de gemiddelde Europese dame die je hier ziet lopen in de stad en alles en ja, laat toch zitten. En niet mee omgaan hoor, echt niet dan. Je wordt er niet blij van, dat is het hele punt. Ze hebben een hele grote mond, ze weten alles beter. Ja, en wat moet je er verder mee? Hè, die vier relaties die ik heb gehad... met die uh, Europese dames... dat is echt een regelrechte ramp. De een nog erger dan de andere. Letterlijk, hoor. Oh, vreemd gaan, liegen... de boel in de rondte lopen, commanderen... Mokken, zeuren, sanenken, zeiken en zagen. De vier zetten, echt uitgevonden door de Europese dame. Ik heb het een keer meegemaakt. We waren was met de moeder van mijn kind. En mijn kind moest we ergens naar een camping voor kennis van haar. En die zaten daar in zijn teentje. Het was niet eens lekker weer, maar het was in één keer afgesproken. Nou, wij er naartoe en het was ergens in de bossen. En die waren daar klaar en ik rijd dat, uh, was een huurautootje. En ik rijd die auto achteruit en ik tik met de bumper tegen een boom aan. Nou, dus ik gelijk op de rem en de koppeling. En ik ga kijken aan de achterkant, maar wow, er was niks aan de hand. Er was een kunststofbumper en er zat een klein krasje in. En je was verzekerd voor dat soort dingen en. En als je dan schade had, dan was het de bedoeling dat je even die schade zou melden met je mobieltje. Je zette die auto dan neer op een vaste plek en dan geef je even met je mobieltje, meld je die schade even. Maar je was verzekerd, all risk en zo. Ah, dat krasje in die bumper, ik heb daar geen melding van gemaakt. De, nee, het is <laughs> dus een kunststof bumper. En waar is een bumper voor? Nou, om te bumpen natuurlijk. Ik heb dat niet eens gemeld. En de moeder van mijn kind, joh. Oh. Die heeft het opgeblazen, joh. En dan zo twee, drie keer per jaar. Dan tegen mijn dochter. Ja, yeah. want papa, die botst altijd met auto's. ziek worden van. Zegt, ja, pas goed op hoor. Als jij dus jong bent, je bent een man en zo... Dan knoop dit verhaal goed in je oren, jongen. Want het is helemaal niet beter aan het worden, snap je? Er zit geen enkel... Er is geen enkel signaal dat het beter wordt. Helemaal niets. Geloof me. Dus, ja, als jij graag kinderen wil... wat ik heel nobel van je zou vinden... en wat ook keihard nodig is... Ik zou toch heel goed oppassen. En ik zou voor een vrouw ja, toch een periode inlassen dat je nou, misschien wel uh, een, een jaar met haar om moet gaan, intensief met haar om moet gaan. En dat je er meemaakt, ook in situaties waarin er tegenvallig zijn en uh, ja, het regent. En de auto doet het niet. En we moeten naar huis lopen, want de auto doet het niet. En hoe gaat ze daarmee om? Of je hebt afgesproken op een vrijdagavond om wat leuks te gaan doen. En, en dan hoor je vrijdagmiddag dat je over moet werken. En hoe neemt ze dat dan op? Of in mijn geval, je gaat op vakantie en je krijgt een kelangina. En je ligt voor drie, vier, vijf dagen knock-out. Hoe gaat ze daarmee om? gaat ze lopen klagen, gaat ze lopen kankeren, gaat ze half lopen mokken, gaat ze zitten huilen bij wijze van spreken. En dan is het afgelopen, is de laatste vakantie geweest. En dan weet ik wel dat er ook mannen zijn die uh, ongelofelijke mietjes zijn en alles. Ja, die mogen wat mij betreft uh, doen wat ze willen. Kan, ja. je Steven toch af op een uh, road to nowhere. Dus maar ben jij een man met een beetje ballen, die goed voor een vrouw zou kunnen zorgen? Ja, ga alsjeblieft je energie stoppen in een vrouw die dat waard is. En laat die zeurneuzen, die zijkers, die zalenkerts, die sagers. En zagen betekent alsmaar terug blijven komen op iets wat heel lang geleden gebeurd is. Laat ze links liggen. Dan nou, doe er helemaal niks mee. Zeg ze vriendelijk gedag als je ze op straat tegenkomt en dan loop je door. Ja, een vrouw uh, die uh, bij het eerste avondje uit al te kennen geven dat ze best wel door jou uh, ja, gepaald willen worden. Als ze je, je dat zo is, een vrouw die seks met je wil bij de eerste afspraak. Uh, nee, je brengt ze tot aan de voordeur. Ja, je gaat iemand, laat ze iemand niet los, midden op straat natuurlijk. En dan uh, niet meer terugbellen. Dat is erg belangrijk hoor. Luister met een goed gevoel naar mij. Het kan je een ongelofelijke bak ellende besparen. Want ik heb die mannen down zien gaan, jongen. Oh, 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 oh. En als je één keer kinderen hebt hè, met zo'n Europese dame, en je krijgt de, de hele behandeling van haar. Hè, dat is, uh, want eigenlijk uh, heb ik altijd zo willen zijn, en dan gaan ze dan precies doen wat ze zelf willen. Oh, jongen. Ze gedragen zich niet in het openbaar. Ze zetten je, omdat jij dan, iedereen gaat dan zien van ja, het is jouw vrouw die zo doet hè. Ze gaan jou er ook op aankijken hoor. Ik zeg het maar even zoals het is hè. Het is echt geen geintje jongen. Maar ze zetten je voor lul. De Europese dame heeft helemaal geen gevoel voor moraal. Die gaan over lijken. Die gaan rustig een rel trappen op een feestje. Om niks. En dan vraag je later aan zo iemand, van waarom deed je zo tegen Jan? Dan zeggen ze rustig tegen je, ja, hij had een bandplooibroek aan. En ik hou niet van mannen met een bandplooibroek. Huppakee, steek maar in je zak, jongen. Ja, als je één keer aan zo'n vrouw vastzit... En ze gaan jou erop aanspreken, hoor. Hoor, ik was dan getrouwd met zo'n secreet. Ik heb meerdere keren de excuses aan kunnen bieden, uh, ja, voor dingen die zij had uitgefroten. Kijk, en daar word jij als man niet blij van. Punt. Niet vandaag niet, niet morgen niet, niet zelfs niet. En hooit de verdomme ook nog niet. En kan je er wat aan repareren? Nee, helemaal niet. Dat kan je vergeten. En ik ken zo'n geval van een man en die is dan getrouwd, en die heeft kinderen met een vrouw en nou en die spreek ik dan uh, regelmatig en dan laatst dat hij tegen me zei: van, "oh dit is zo zwaar met haar. elke ochtend heeft ze een ochtendhumeur en dan hij en zijn zoons die die meer Dan moet je nagaan. Hè. Dan, dan sta je s'morgens op en dan krijg je dat gekanker over je heen. Uh, en dan ben je helemaal de huid vol gescholden om de meeste kleine onbenulligheden. En dan begint je werkdag pas. Ja, maar dat is even een lekker leuk begin van de dag. En ik heb dat ook gehad hoor. Ik heb tien jaar lang heb ik met zo'n persoon het bed gedeeld. En elke dag begon met gekanker en zagarijn. Elke dag. Relatietherapeuten kosten je alleen maar geld. En, en, en tijd. En als je niet oppast, dan krijg je van zo'n relatietherapeut ook nog de zwarte Piet toegeschoven. Dat is mij overkomen. En dan gaat zij, zo'n vrouw, die gaat dan echt helemaal hemels zitten kijken. En dan zie je wel, jij doet dingen fout. Of ze draaien 180 graden om wat de therapeut heeft gezegd. Dat heb ik ook meegemaakt. Dan heb je daar weer een probleem over. Je, denkt, ja, je wordt er helemaal gek van. Het maakt je leven kapot. Je, je kan misschien nog beter naar de dokter gaan en dan vraag je om een chemische castratie zodat je niet meer in de verleiding komt om, uh, ja, om er maar dingen mee te gaan doen. Want het is wat hoor. Je gaat er helemaal aan ten onder. En ook die mannen die ik daarnet vertelde, die dan die onderwijzeres uh, als vrouw heeft. En ze hebben dus nu uh, kinderen. Ik was op een feestje met hem en ik had hem al heel lang niet meer gezien. Uh, we waren bij zijn moeder, het was kerst. En, uh, nou, ik vond het leuk, Dan jaren zag ik hem weer eens. En zij praatte, punt één, met niemand. Ook met mij niet. Maar ook niet met zijn familie. En ze was dan, uh, ze had een baby op schouder of zo. En dan komt ze op een moment komt ze naar hem toe lopen duwt hem de baby in handen en zegt tegen hem... een schone luier aan je bij. En ik denk, ja. Dus, die vriend, die had mij al jaren niet gezien. We mailen wel eens wat en dan maken we een geintje of zo... en af en toe bellen we elkaar eens, maar dat is ook maar eens in het jaar. En nu zag ik hem dan echt in levende lijven en dan willen we even kletsen. Dus, hij zit bij de Bilderberg groep. De juniorgroep. Ja, serieus, ik ken iemand, die zit dus bij de Bilderberg... Je wordt uitgenodigd ieder jaar. Ja. En ik wil met hem kletsen en het is tweede kerstdag. En ja, en zij heeft die baby. En, en ze praat helemaal met niemand. En doet hem die baby in handen. En hij kan naar boven naar de slaapkamer uh, van zijn moeder en uh, daar de baby gaan verschonen. Dat is een lulkoek. En dan gaat die. Nou, die ja, trut, zeg ik maar gewoon. Die trut. Die gaat dan ook nog om zes uur. We hadden nog niet eens het eten op, want het toetje kwam nog. Dan ging ze naar hem toe en ze. Bzz, 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 bzz. En toen wilde ze dus uh, per onmiddellijk naar een station gebracht worden met de kinderen. Want ze zouden met het trein naar huis gaan. In plaats van zich houden aan de afspraak. Want hij had tegen mij gezegd: "Berry, we doen het als volgt. Uh, het eten is om zo en zo laat afgelopen. En dan breng ik jou naar het station. En daarna ga ik uh, met de moeder en de kinderen uh, terug naar Nijmegen. En zij gooit dan even de agenda om. Nee, ze wilde al om zes uur wilden ze weggebracht worden naar het station. En toen ik weggebracht moest worden door het station. toen belden ze dan op uh, van. Ja, eh, de treinen rijden verder niet. En ik sta nu op station Huppeltje Pub, Heeswijk of zo. En, eh, ja, en wat nou? <laughs> hey, denk daar goed over na. Deze anekdote zit ik niet te selecteren of zo, ik, ik hoef maar te denken aan. ...een iets waarbij vrouwen aanwezig waren... ...en die komt gelijk met een anekdote. Dus er waren vrouwen bij... ...nou, er is altijd wel eentje... ...en die gaat over de plaat. Ik ken er ook zo'n... Van, ...van een vrouw... Die, ...die komt dan uit Suriname... ...ofwel halfbloed is ze dan... ...en... ...dan hadden we een heel leuk gesprek... ...over muziek en zo... En dan gaat ze vertellen, ja, Herman Brood heeft alles waar hij mee schuld geworden qua muzikant. Dat heeft hij, Ja, plagiaat was dat. Dat was allemaal van Surinaamse negroïde afkomst. Ik ga doorweg. weg. Ja, 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 ja. ja Al het werk van Herman Brood. Dat is, ja, is puur negroïde Surinaams. <laughs> <laughs> ja, natuurlijk, Jorrie. Dat is vrouwen. Alleen een vrouw kan zoiets verzinnen. Hoe kom je erbij? Een beetje uh, Herman Brood is toch echt wel uh, Hollands glorie, als ik het uh, even zo mag zeggen. Die de, de, de eerste plaat van hem, Street, een geweldig album... En dat tweede album, uh, Spreach. Met uh, Saturday Night en Dope Sucks. En uh, al die andere uh, geweldige nummers. Ik weet niet hoeveel hits stonden daar al niet op. Dat komt van een negens uit Suriname. Het gaat toch weg. Ik ga toch een eind fietsen, man. En dat denken ze dan, hè, die vrouwen? En uh, zie ze maar eens op andere gedachten te brengen. En bij alles wat, vrouw, wat dat soort vrouwen, die Europese dames, die uh, 95 van de 100 vrouwen, als die een gedachte krijgen, dan brengen ze niet vanaf. Ze kunnen niet rekenen, ze, kunnen, ze, ze hebben een algemene ontwikkeling van helemaal niks niet. was een keer met een vrouw op vakantie en we waren ja, op weg naar de camping. We hadden een heel eind gereisd, oké. Okay. We hadden de nachttrein gepakt naar. Wat was het? Budapest. En daar is het morgens aangekomen om 8 uur. Nou, dan ben je natuurlijk gebroken. We hadden geen slaapcabines, want die denk, ja, je kan toch niet slapen in zo'n trein. We een beetje gedommeld en zo, ja. Nou, en dan vanaf Budapest moeten we nog naar. Uh, ik wilde naar het meer, en dat heet uh, Venetia of zo. Dat is niet Venetië, maar. Uh, je hebt het Balatonmeer, dat is het hele grote meer in Hongarije. En je hebt een kleiner meer. Ik dacht, we gaan naar het kleinere meer toe. Niet zo ver van Budapest. Nou, punt één. Ik mag alles uitknobbelen natuurlijk. In mijn beste Duits, of whatever, zeg maar, spreken of spraken daar. Nou, dan heb ik uiteindelijk alles uitgeknobbeld. Ik had het niet van tevoren gepland, geen reisbureau, helemaal niks. Dus dan moet je even creatief zijn. Nou, dat laatste stukje was met de bus. En toen had die buschauffeur gezegd: Hier eruit en die weg moet je in, dan kom je bij de camping. Zei, nou, de buschauffeur netjes bedankt. En dan gaan we lopen naar de camping. Zijn we, zoiets als, we moesten twee kilometer lopen of zo. Na één kilometer, vond zij het genoeg geweest, ging ze aan de rand van de weg zitten. Nou, zei ze, bekijk het maar, ik loop niet verder hoor. Ik ben bek af. En die, die trottola tegen haar zegt, ja, kijk, het is nu geen moment om uit te gaan rusten, snap je? Want het is vijf uur en die camping, daar rijden allemaal auto's langs, met, met allemaal van die dingen erbovenop. Ja, die auto's die gingen er allemaal lekker kamperen op de camping. Ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Straks zit die camping vol, homo. Opstaan met je luie reet en lopen. Trien. Nou, een paar jaar later uh, ging ze uh, de koffer in met een, een man en die werkte in het internationale bankwijze. Hypergamie heet dat. Uh, Zo'n vrouw die kijkt dus eigenlijk wel naar jou, maar, uh, ze kijkt meer naar je portemonnee. En dan komt ze een andere keer al tegen en die heeft een veel dikkere portemonnee. En dan is het doeg. Ik ga bij Joopie eten. En dan ben je zo iemand kwijt. Heb je al die jaren heb je daar je energie in gestopt door er een schop onder de kont te geven? Want doorlopen naar die camping? Want anders hebben we helemaal niks. Ja, waar moet je dan naartoe? Oh, 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 vrouwen man. Vrouwen op het werk. Dat is dezelfde ramp. Jezus. Altijd een ander de schuld geven. En dan geven ze dus rustig een ander de schuld. Mij bijvoorbeeld, hè? want ik ben een automatiseerder. Dus dan, ja, de computer doet het niet goed. Dus en dan is het dus mijn schuld. Ik krijg de schuld, want de computer doet het niet goed. Ga ik alles uitzoeken? Blijken ze zelf wat de verkeerde knoppen te hebben gedrukt? Waarschuwingen gekregen dan Weet je wel zeker dat je hiermee door wil gaan? Want, uh, hè? En dan hebben ze allemaal netjes op akkoord geklikt. Ik kan precies. De, de... <laughs> ik had het op de microseconden nauwkeurig serieus. Kan ik het zien? Wanneer er op knoppen geklikt is en zo. Ik heb die hele logtoestanden allemaal bij. Ja, dat heb ik tegenwoordig goed voor elkaar. Dus dan zoek je dat helemaal uit. En dan kan ik dus duidelijk maken dat zo'n persoon het zelf heeft gedaan. Zeg je dat in de e-mail. Stuur je dat dan zo iemand op krijg je geen reactie. Huh. Ook geen sorry of zo. Nee, nee, nee. Neem af. En heb je dus als programmeur uh, niet die uh, ultieme logging zoals ik die heb opgezet? Bij de Bok. Ze geven jou de schuld, ook al weten ze stiekem in een uh, achterhoofd dat ze het eigenlijk zelf hebben gedaan. Maar dan nog ze ontkennend bij hoog en laag. En denk je ermee weg te komen? De, je zal wel zo'n logging moeten hebben dat je precies bijhoudt wat die vrouwen doen. Ik zeg er echt bij hoor, wat die vrouwen doen. Want met mannen heb ik dit niet meegemaakt. Behalve met één, twee, drie mannen. En heel toevallig, mag je zelf uh, gaan bedenken hoe toevallig dat is, heel toevallig waren het alle drie homoseksuele mannen. Toeval? Vraagteken? Ja, jij mag het zeggen. Voor de rest allemaal vrouwen die me dat flikten. Een gewone, gezonde mannen? Eerder het omgekeerde. Dat ik erachter dat ik kwam en dat ik zo'n jongen belde. Ik zeg, hé, hey, maar dat en dat wat jij gebruikt, volgens mij werkt dat niet goed. Dat die man tegen me zei, ja, dat klopt. Maar daar heb ik niet zoveel last van. Want ik doe altijd, als ik dan dit heb gedaan, dan doe ik daarna dat en dat. En dan heb ik er verder, ja, ik doe dat iedere keer op de hand. Ik zeg mannen, er is dus veel werk. Ah, zei die man, daar valt, die wel, daar valt wel mee. Ik zeg nou, uh, als je het niet erg vindt, ik ga er even voor zorgen dat het weer normaal werkt, want dit kan niet. Oké, okay, zei die man, nou mooi, leuk dat je erom denkt, jongen. Kijk, zo, zo zijn mannen in mijn omgeving geweest. Hè? Maar vrouwen, 180 graden anders. Ramp. Maar dat is de Europese dame. En. He, ik, nu dan, ik ga nu afronden, we zitten aan de 50 minuten voor een beschouwing, lang genoeg. Hè? Maar ik ga het er even over hebben waar de oorzaak hier vandaan komt. Die zit niet bij die vrouwen. Oeh, waar dan wel. Ja, bij die mannen natuurlijk. He? Daar zit de oorzaak van deze vrouwen die ze absoluut niet weten te gedragen. Dat bespreek ik in de volgende zending. <laughs> en op zijn hamburg zeg ik tjus en dag lieverds.